verhaal van Jan Bergmans is het verhaal van de Distenaar. Het is hun heilige. Ze noemen hem een beetje vertederd Sint-Janneke, ons Janneke. Mensen hebben een diepe verering daarvoor. Alle oog die een beetje uit de tijd. Maar als we dieper in zijn verhaal gaan, dan denk ik dat we een eigentijds verhaal krijgen van een jonge man die zo gedreven is, die zo'n vuur van binnen heeft, dat hij vurig wordt van buiten. En dan niets hem tegenhoudt. Niemand of niets houdt hem tegen. Dit is niet direct het mooiste beeld van de kerk, ook niet het beeld dat mij het meest aantrekt om de figuur van Jan Bergmans in mij op te nemen. Het is zo'n beeld, klassiek voor zijn tijd, vol devotie, vol de blik naar de hemel gericht, maar volgens mij niet naar de echte hemel, want zijn blik vervreemdt zich van de aarde. En daarom is het voor mij niet het mooiste beeld, maar het staat hier en voor de mensen blijft het beeld van Jan Bergmans waar ze een kaarsje kunnen bij branden. Die braafheid heeft hem altijd achtervolgd. En misschien was hij ook een kind van zijn tijd. Hij zal wel heel gewoon en devoot geweest zijn. Maar ik denk dat achter dat heel braaf gezicht een innerlijke kracht zat. Een innerlijke stuwkracht, een hartstocht om bergen te verzetten. Men gaat zoveel vooruit als men er van zijn eigen kracht in stopt. Het is een uitdrukking van Bergmans die het vertelt over hoe belangrijk het is dat men van binnen een kracht heeft, van binnen een innerlijke weerbaarheid heeft om vuur te maken voor de wereld, om zelf vuur te zijn. Als men van binnen een vuur heeft, een eigen kracht, dan kan men inderdaad alle moeilijkheden overwinnen om gemeenschap te maken, om zijn droom waar te maken, om Christus te volgen in het concrete leven van elke dag. We missen het een beetje, zijn gedrevenheid, zijn hartstocht ook voor de kerk en voor de mensen. Zijn vechten voor een droom. We worden dikwijls door de moeilijkheden en door de tegenslagen een beetje gecrispeerd en een beetje angstig voor de toekomst. Wel, hij heeft zich niet laten leiden door de angst, maar door de hartstocht. En als je door een hartstocht wordt bewogen, dan houdt niemand je tegen. Sint-Jan Bergmans. Ook 125 jaar na zijn heiligverklaring blijft hij een inspirerend figuur. Misschien niet altijd even gekend, maar wel een heilige met vele verborgen facetten. Als ik Jan Bergmans in één zin zou moeten samenvatten, kan ik eigenlijk niet beter doen dan woorden gebruiken van paus Leo XIII, die hij gebruikte bij de heiligverklaring van Jan Bergmans. Hij zei toen: Jan Bergmans is de heilige van de eenvoud. De heilige die de heiligheid wat dichter bij de mensen gebracht heeft. De boodschap van Sint-Jan Bergmans voor mij is blijven ervoor gaan. Net zoals hij bij zijn voettocht naar Rome heeft volgehouden tot het einde. In Bergmans zie ik de kwetsbaarheid van een mens in wie de sterkte van God zich openbaart. Mij is Sint-Jan Bergmans de verpersoonlijking van het idealisme van de jeugd. De jeugd die zich wil inzetten voor iets hogers, die streeft naar het ideaal en daarvoor niet achterom kijkt, die daarvoor de prijs wil betalen. Er is nog één verhaal dat mij heel in het bijzonder heeft getroffen. Het is een heel oud en een heel bekend verhaal. Hij is aan het spelen op de speelplaats. De rector gaat naar hem toe en vraagt: Jan, als jij nu zou sterven, wat zou je doen? En hij antwoordt: verder spelen. Dat vat voor mij eigenlijk alles samen wat ik reeds gezegd heb. Namelijk, als er iets moet gebeuren, moet het nu gebeuren. En als er iets moet gebeuren, gebeurt het in het alledaagse leven. Thank you.
Wat zijn wij, Heer, zonder u? Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. Geef ons een hart doorzichtig en zuiver. Herschep met uw geest ons leven als nieuw. Teken ons hart gewoon, buitengewoon. Houd ons hier voor ogen, de zoon van uw liefde, de weg voor ons allen, het licht voor de wereld. Verlicht ons hart, gewoon, buitengewoon. Zend ons uw engel, geef ons de moed nieuwe wegen te gaan. Bemoedig ons hart, gewoon, buitengewoon. Op weg naar Kerstmis, op het feest van Gods menswording, groet ik u allen met Gods belofte. Ik ben Immanuel, God met ons. Hij mogen met ons zijn hier vandaag in deze Eucharistieviering. Voor de alle tijd en alle eeuwigheid en ook bij u thuis. In dat rustoord, in die ziekenkamer, alleen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Op deze vierde zondag van de Advent worden wij ertoe opgeroepen om ons naar het voorbeeld van Jozef, de stille heilige, open te stellen voor het teken dat God ons geven wil. Een teken voor de wereld, voor elk mensenkind. Zoals u, een teken voor vandaag. Want zo'n kind van de mensen was Johannes Bergmans. In deze stad geboren, in deze kerk gedoopt. Hij zag het teken van God. In zijn korte leven, in de 17e eeuw, hij gaf zijn hart aan zijn God. Hij ging wonen in het hart van God en liet zijn leven tekenen met eeuwigheid. We brachten het schrijn met zijn hart erin als een teken van Gods goedheid.
een teken van leven. God komt, Immanuel, voor elke mens, voor ons, voor u die ergens, God weet waar, met ons verbonden zijt. Ergens tussen licht en duister. God geeft een teken, een hartelijk teken. Jozef zag het. Johannes Bergmans zag het. En bidden we nu om Gods ontferming. Heer, wij stellen u vaak op de proef en verlangen tekenen uit de hemel. Christus, wij zijn geroepen tot gemeenschap in uw naam. Wij luisteren vaak zo slecht. Heer, u bent ons zo nabij. Wij zijn zo vaak ver van u en van elkaar verwijderd. Heer, ontferm u over ons. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot eeuwig leven. En laat ons bidden. Verborgen God, gij kent ons. U weet hoe blind we zijn voor uw nabijheid. Hoe ver wij nog verwijderd zijn van u. Onthul ons uw aanwezigheid. Breng ons tot gehoorzaamheid van geloof. Roep ons tot gemeenschap van Jezus, de Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Advent, tijd van hoop vol uitzien en verwachten. Vierde zondag van de advent. Licht, winterrein, de spanning stijgt ten top. Morgen zult gij zien in het vertrouwen dat het licht van God uit gaandeweg al ons duister zal overwinnen. Ontsteken wij de vierde kaars. Zult ge weten dat Hij komt en morgen zult gij heil en zegen zien. Zie, de hemel dauwt, de rechtvaardige en vruchten draagt de aarde. Zo zal het geschieden in die dagen. Eerste lezing uit de profeet Jesaja. Dit liet de Heer tegen Achaz zeggen. Vraag de Heer uw God om een teken, uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven. Maar Achaz antwoordde, dat doe ik niet. Ik stel de Heer niet op de proef.
Daarop zei de profeet: luister, huis van David. Is het niet genoeg om mensen te tergen, dat u ook nog mijn God moet tergen? Daarom geeft de Heer zelf een teken aan u. Zie, de jonge vrouw is zwanger en zal een zoon ter wereld brengen. En u zult hem de naam Immanuel geven. De lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door God geroepen tot apostel en bestemd voor de dienst van het evangelie, dat God eertijds door zijn profeten in de heilige geschriften heeft aangekondigd. Dat evangelie spreekt over zijn zoon, die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David en die naar de Heilige Geest is aangewezen als zoon van God in kracht door zijn opstanding uit de doden, Jezus Christus onze Heer. Door hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen om terwille van zijn naam onder alle volken mensen tot de gehoorzaamheid van het geloof te brengen. Ook u hoort bij hen
geroepene van Jezus Christus. Aan u allen in Rome, die God lief heeft en die tot zijn heilige gemeente heeft geroepen, genade en vrede zij u, vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. De Heer zal bij u zijn. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. De herkomst van Jezus Christus was deze. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef en voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek zij zwanger te zijn van de Heilige Geest. Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen, en u moet hem de naam Jezus geven, want hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden. Dit alles is gebeurd, opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monden van de profeet gezegd is. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zal hem de naam Immanuel geven, wat betekent God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich. Woord van God. Lieve mensen, hier en thuis, die koning Achas uit de eerste lezing, die is al lang vergleden in de nevels van de geschiedenis, opgeborgen als een voetnoot. Maar hij leeft nog altijd, verder in de genen van elke mens. We horen dat misschien niet graag zeggen, maar wij lijken zo op Achas. Die koning, dat gaat over ons, ook vandaag. De mens die altijd opnieuw God wil herleiden in zijn leven tot een randfiguur, tot een bijrol. Een mens die zelf God wil zijn in het diepst van zijn gedachten. God is niet meer dan een voorbijganger. Die God niet op de proef stellen, voorkomt Achas meteen dat hij zelf niet door God gevraagd wordt. Want als er geen tussenkomst is van Gods wegen, dan kan Achas, dan kunnen wij doen zoals we willen. Maar zo eenvoudig gaat dat niet.
God kan je niet tegenhouden. En daarom geeft de Heer ongevraagd een teken. Want God laat zich niet het zwijgen opleggen. Waar mensen deuren sluiten, voor hem en voor mekaar, daar doet God een deur open, een achterdeur of een raam. Want Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Zie, de jonge vrouw zal een kind baren, een zoon. Want God begint een nieuwe toekomst, waar er geen toekomst meer lijkt te zijn, ook voor ons. Daar waar de mensenwereld faalt, begint Gods werk. Daar waar de menselijke vruchtbaarheid faalt, daar redt ons de goddelijke creatie. Wij maken en wij produceren, maar God schept en creëert. Geen afgedwongen teken door menselijke macht en kracht, maar een teken dat je ontvangt. Een hartelijk teken, een teken voor het hart, een geschenk van Gods wegen, een goddelijk geschenk dat nieuwe wegen baant. Die God komt helemaal aan het licht in het verhaal van Jozef en Maria in het evangelie van deze zondag. De poort naar het leven, naar Kerstmis, staat nu wagenwijd open. Jozef is rechtschapen en stil en Maria zomaar een dienstmeisje van de Heer. Maar zij houden de deur open voor God. Dat is riskant als je de deur openhoudt, want dan verandert je leven. Met God in het hart verander je. Jozef en Maria gaan een andere weg dan ze zelf hadden gedacht. Ze doen dat niet zoals die koning Achas of wij, die God buitenspel zetten. Jozef en Maria geven ruimte, ruimte aan God, aan het mysterie. Van Jozef is er geen enkel woord in de Bijbel opgetekend. Maar niemand heeft ooit zoveel gezegd. Want hij laat God in zich spreken. En Maria, die schreef het uit in dat weergaloze Magnificat. De mooiste geloofsbelijdenis van alle tijden. God wil binnentreden in de wereld, in de mensen van vandaag, in uw leven, hier en thuis. Maar dan vraagt hij dat we meewerken. Zo'n God is vroeger bij zijn volk gekomen en zo wil hij ook in ons leven komen. Met de hulp en met de volle medewerking van ons die hem wel de ruimte willen laten om tekenen te geven, die proberen om zijn wil te verstaan en bereid zijn offers te dragen die hij vraagt. En dan groeit er een kracht. Een zegen voor de wereld van bevrijding en verandering. En men zal hem de naam Immanuel geven. Dat betekent, God is met ons. Van in de moederschoot tot aan de grens van het leven. Jozef overwoog zijn angst door zijn liefde tot Maria. Jezus overwon de angst voor de dood op het kruis door de liefde voor de Vader en de mensen. De liefde maakt mensen moedig. Hoe meer liefde we hebben, des te meer zullen we onze angsten overwinnen. Want wie angst heeft, blijft op afstand. Dat, die kracht, was het verhaal van Johannes Bergmans, van hier, van Diest, in deze stad, geboren en opgegroeid, gedoopt. Hij maakt moeilijke tijden door, godsdienstoorlogen, hongersnood, pestepidemies, ziekte, conflicten thuis. Maar hij wilde als jonge jezuïet de wereld winnen voor God en voor het mysterie. Hij trok te voet in volle winter de Alpen over, de Apennijnen, naar Rome. Maar hij was vol grote eenvoud, dienaar van de mensen, broeder glimlach, zeiden ze. Hij stierf er, moe en uitgeput, ziek, nauwelijks 22 jaar. 125 jaar geleden heeft paus Leo XIII hem heilig verklaard. Hij werd patroon van de studerende jeugd.
Zijn leven was net als dat van Maria en Jozef, stil, ontvankelijk, gastvrij voor Gods woord. En dat geeft kracht. Daarin lag zijn geheim, zijn mysterie. Hij was de heilige naar Gods hart en werd zelf een hartelijk teken. Dit is de tijd om God, God te laten zijn. Dit is de tijd, ook voor de kerk in Vlaanderen, ook voor de kerk in Diest en omgeving, om meer dan ooit de kerk te zijn voor de mensen. Nieuwe wegenbanen, noemt onze bisschop, monsieur Lemmens het. Daar ligt de toekomst van de kerken, van de parochies en van elke geloofsweg. God binnenlaten, om dan als mens, als kerk, als parochie, als gemeenschap naar buiten te gaan. De kerk moet de straat op, zei paus Franciscus, met het hart in de handen. Dat is het gebaar van God om te vragen dat wij mens met de mensen mogen zijn, met de kwetsbare, mild en vergevend, barmhartig voor elke mens. Dat is dan, zoals Jozef, een veelzeggend antwoord, sprakeloos. Dat is dan als een magnificat van Maria. Dan is dat een uitgestoken hand naar de armen die onder ons zijn. En die zijn er. En dat zijn geen statistieken. Dat is werkelijkheid. En daar moeten wij voor zorgen. Dat is een hartelijk teken. Dat is het gebaar van vertrouwen op een God van leven. De ogen richten op Jezus, straks het kind in de kribbe en de man op het kruis. En dan de handen strekken naar mensen. Dat is een hartelijk teken. Een teken van het hart. Het is u en mij en ons van harte gegund in deze zalige kersttijd. En zeker u thuis, lieve mensen. Mag ik u nu uitnodigen om fier en rechtstaand ons geloof te belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden. Als ons verzekerd wordt dat God met de mensen wil zijn, dan mag dat ons vertrouwen geven dat hij ook wil luisteren naar onze beden. Omwille van hen die zijn als Jozef, bescheiden en rechtvaardig. Omwille van hen die zonder ophef gewoon maar doen wat moet gedaan worden. Omwille van hen die zijn als Johannes Bergmans, buitengewoon in het alledaagse. Omwille van hen die zomaar dienstbaar zijn, kwetsbaar en teder.
omwille van alle dromers, alle zieners, mensen met een nieuwe wereld voor ogen, omwille van dichters en zangers, van bidders en toekomstvolk. Omwille van onszelf hier, die uitzien naar het kerstfeest als een moment van vrede op aarde, als een feest van mens tot mens en van God met ons. Die God zegt, om ons weer uw liefde, kom naar ons toe, bevrijd ons. Gij die God zijt, groter dan ons hart, kom in ons midden. Wees een God met ons. Maak ons tot uw mensen door Christus Jezus, onze Heer. Bid aan broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Barmhartige God, aanvang van alle dingen, eindbestemming van ons bestaan, wij bidden u, laat deze tafel van breken en delen een nieuw begin zijn van samenhorigheid en vrede, van toewijding aan elkaar. Voltooi in ons wat gij begonnen zijt, door Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen we dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid. Heilige Vader, machtige en eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Profeten hebben hem geschouwd en hem voorzegd. Een vrouw die maagd en moeder was, heeft hem gedragen. Johannes heeft verkondigd dat hij komen zou en hem erkend en aangewezen. En als hij eenmaal was gekomen, ontsteekt hij in ons de vreugde en de kracht om toe te leven naar de dag van zijn geboorte. Laat hij ons vinden, waakzaam, biddend, vol van dat geheim, zingend van alle grote dingen die hij heeft gedaan. En daarom, met alle machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe zonder einde.
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen zijt gij bij ons. Wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker, zoals eens op de weg naar Emmaüs, ontsluit gij nu voor ons de schrift en wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, almachtige God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, dat Jezus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood en sprak tot u het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen, terwijl hij zei: neem en eet hiervan, gij alle, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook de beker met wijn, sprak opnieuw een dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening. Wij verkondigen de liefde die gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot nieuw leven opgewekt, is hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken daarin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten op wat voor alle zoekers. Voor ons, Vader, de weg naar u geopend en begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de geest van Jezus in ons wonen. Vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gave van zijn lichaam en zijn bloed. En laat ons één worden in liefde en geloof, verbonden met paus Franciscus en onze bisschoppen André, Jozef en Leon. Maak onze ogen open voor alle noden. Leg woorden in onze mond om wie zich eenzaam en verloren voelen te troosten in uw naam. Maak ons vindingrijk en moedig om broederlijk en zusterlijk bij te staan al wie berooid is en verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die angst verdrijft. Broeders en zusters, die in de vrede van Christus naar u zijn weergekeerd, over alle gestorven mensen waarvan gij alleen het geloof gekend hebt, breng hen tot het licht van verrijzenis. En als onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons vervulling, levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap met al uw heiligen, met de maagd en moeder Gods, Maria, met de heilige Jozef, met de apostelen en de martelaren, met de heilige Johannes Bergmans en al de anderen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in de eeuwigheid. Amen. En mag ik dan nu
alle kinderen in deze kerk uitnodigen om hier samen rond de tafel van Jezus te staan en rond bij het hart van Sint-Jan, een kring van geloof en liefde. En mag ik ook u uitnodigen, samen rechtstaand, het gebed bidden dat Jezus geleerd heeft. Want aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij nu zeggen, onze Vader. Die in de hemel zij, heilig zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus, je hebt aan uw apostelen gezegd en je zegt nu aan ons en thuis, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede des Heren zij altijd met u. Mag ik de kinderen nu uitnodigen om die goddelijke vrede aan alle mensen in deze kerk door te geven. En ook u thuis, lieve mensen, geef die vrede aan elkaar en geef elkaar ook een teken van liefde. Deze tekenen van brood en wijn verbindt de Heer zich met ons als een menslievende God. Kom dan aan deze tafel en treed in gemeenschap met Hem, die onze toekomst is. Jezus de Heer, zie het gebroken brood, het lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt.
mag ik u hier in de doopkerk van Sint-Jan Bergmans aanwezig uitnodigen om bij zijn hart het gebed tot hem te bidden. Heilige Jan Bergmans, wij bidden u om hulp en bijstand als het moeilijk wordt op onze levensweg. Geef dat alle mensen in liefde en waardering, in diepe genegenheid blijven omgaan met elkaar. Blijf ons sterken met uw grote godsliefde die nooit iemand uitsluit. Bescherm de jongeren die we steeds opnieuw aan uw zorgen willen toevertrouwen. Help alle opvoeders om met liefdevol gezag groter wordende kinderen te aan het dagelijks gebed. En bewaar in ons hart de liefde tot Maria, moeder voor allen, die Gij een ereplaats hebt gegeven in uw leven. Leer ons altijd weer Jezus' stem te verstaan om zijn evangelie worden. Amen. God, als wij u zoeken, dan zijt Gij ons al nabij. En midden onder ons aanwezig, als een hartelijk teken. Doe ons hoop herleven, die we hebben erkend bij het breken van het brood. En wek in ons het vertrouwen dat Gij zijt, Immanuel, God met ons, in Christus onze Heer, Hij die met u leeft en heerst in de Heilige Geest door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Ik wens jullie hier en ook u thuis een goede voorbereiding op Kerstmis. Dat het dagen mogen zijn van gezelligheid, maar ook van dankbaarheid om al het goede en moed als het kruis weegt, richt ik mij tot u en eenzame. Dat wij in de geboorte die Jezus weer komt, u zal gegeven worden een teken. En alle aanwezigen in de kerk nodigen wij uit om het hart van Jan Bergmans in het reliekschrijn gevat te komen vereren. Het hart van komen aan te raken. We leggen onze hand daarop. En in dat teken, vol traditie, even oud, raakt God van de eeuwigheid ons aan met zijn grote barmhartigheid. Het gaat je goed, altijd. En mogen op uw leven rusten, hier en thuis, de zegen van die goede God die leeft en leven geeft en voor ons is, Immanuel. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, laten wij nu allen heen gaan in vrede.